cloud for a Dallas rain. Deze week ga ik naar Park Vliegbasis Soesterberg, de mooiste plek van Hans Nijman. Maar eerst ben ik bij de Maarseveense Plassen. Gerard Verstegen komt hier al jaren regelmatig om even te ontspannen. Maar waarom is nou juist dit zijn mooiste plek? De Maarseveense Plas. Waarom is deze plek zo mooi voor jou, Gerard? Nou, ten eerste, het is hier over het algemeen vrij rustig. Ik kan hier lekker sporten. Ik kan hier genieten van de natuur. Ja, en dat zijn voor mij eigenlijk de hoofdzakken dat ik het hier zo leuk vind. Een sportief mens dus? Ja. Hoe zie ik dat voor me? Ja, sportief. Je kan zeggen dat ik hier in de zomermannen nou zo goed als elke dag wel aan het zwemmen ben. Hardlopen doe ik ook hier heel vaak. Ik heb ook tijden dat ik hier wel eens skieler. Ja? Nou, verder kan ik hier af en toe wel eens. Dat wordt niet saai als je iedere keer... Nee, want ik geniet ook zo van de natuur en van de omgeving eromheen. En ook als ik vanuit huis kom en het is niet al te mooi weer. Dat ik zeg, nou ga even een stukje fietsen. Nou, geheid, ik rij je altijd even een rondje om de plas heen. Even over dat zwemmen, hè, van jou. Hoe vaak doe je dat? Nou, als het even kan, dan probeer ik in april al een beetje te zwemmen. Het moet dan niet te koud zijn, niet kouder dan 15 graden. En liever de buitentemperatuur even wat warmer, dat je weer op kan warmen. Lekker lentezonnetje erbij. Ja, en dan probeer ik toch wel te zwemmen tot oktober, soms wel eens november. Maar in theorie, met dit weer, zou je een zwemmetje kunnen maken? Ik heb zwemkleding bij me. Ik had er graag gedacht om na afloop even te gaan zwemmen. Maar ja, als je het nou meteen nou wil, dan gaan we dat zo doen. Nou, weet je wat we doen? Laten we zo afspreken. Jij neemt mij mee naar de mooiste plek waar je zwemt. Ja. En dan neem jij even een duik. Nee, oké. Goed. En dan ben ik er wel voor in om dat even goed te doen. Ja. Leuk. Hartstikke goed. De Maarseveense Plassen zijn ontstaan door een grote zandafgraving in de jaren 60. Dat zand was nodig voor de bouw van de Utrechtse wijk Overvecht, niet ver van de plassen vandaan. De plassen zijn op sommige plekken wel 30 meter diep en het water is kraakhelder. Zeer geschikt om een frisse duik in te nemen. Dus dit is hem, Gerard, jouw echte allermooiste plek. Ja, dit is inderdaad mijn plekje waar ik over het algemeen vaak ga zwemmen. Ja. Hier heb je riet, mooi uitzicht. Je hebt hier een lichtweide waar je in de zon kan liggen. Mijn vrouw die kan niet zo goed tegen de zon. Nou, die kan dan lekker in de schaduw liggen. Dus. Heerlijk. En als er veel wind zat, lig je ook uit de wind. En dat zei hij stralend, alsof de zon schijnt. Maar ja, het regent. Wil je nog steeds zwemmen? Ja, waarom niet? Het water is ook nat. Regen ook. Dus het is lood om oud ijzer. Dus dan ga je er toch in. Het strandbad aan de plas is in de zomer heel druk, maar in de wintermaanden gesloten. Voor beheerder Trude Leeuwens breekt er dan ook een rustige periode aan. Voordat de winter echt aanbreekt, is er nog wel wat werk aan de winkel. Wij varen een rondje met haar mee. Jij bent de beheerder, hè, van dit gebied. Ja. Dan moet je er ook wel een beetje van houden, denk ik. Ja, het is, nou, kijk maar om je heen. Ja. Dit is gewoon echt fantastisch. Je hebt gewoon heel veel natuur. En het is iedere dag weer een feestje om hier te komen. Ja, wat doe jij precies voor werk? Ik ben voor de aansturing van badpersoneel. Ja. En alle andere voorkomende werkzaamheden die op zo'n groot terrein... Ja, want het is behoorlijk groot, ja. Ja, absoluut. Alleen, we hebben wel je ziet een hele grote plas, maar we hebben ongeveer een derde daarvan als zwemgedeelte helemaal ingericht. Ja. En de rest noemen wij dan het vrije gebied. Dus daar mogen mensen zonder tonnen te betalen recreëren. Ja, precies. Wat zijn we aan het doen, Trude? Wij zijn nu de drijflijn van het Naakstrand. Gaan wij naar de jongen brengen die bij de tractor staat. Ja. En dan gaan we hem oprollen. Want aan het eind van het seizoen halen we alle drijflijnen uit. Ja. En daar is dit er één van. Nog een klein stukje. Ja. Thank you.
wel geen mooi weer, maar als je al je mensen hier op het terrein hebt, dan is het gewoon zo gezellig. Zo gezellig. Ja. Ja, en we hebben heel veel nieuwe speeltoestellen dit jaar aangeschaft. En ja, er wordt zoveel gebruik van gemaakt. De mooiste plek voor jou ook? Absoluut. Ja, qua natuur zeker. En dan omgang met mensen in, van groot tot klein. Dat is hartstikke leuk. En dan toch nog die beloofde duik in het koude water van de Maarseveense plassen. Hij liever dan ik. De Maarseveense plassen zijn gratis toegankelijk en nodigen uit voor een mooie wandeling. Als u met kinderen wilt zwemmen, is het aan te raden om naar het strandbad te gaan. En houdt u ervan om lekker in uw naki van de zon te genieten, dan is er ook een afgesloten natuuristenstrand. Kijk voor meer informatie over dit en de andere gebieden uit mijn mooiste plek op www.rtvutrecht.nl/plek. Als je het hebt over de mooiste plekken van Utrecht, dan kom je natuurlijk ook terecht op het pas geopende park Vliegbasis Soesterberg. Nu de militairen er zijn vertrokken, is er een heerlijk gevarieerd natuurlandschap achtergebleven. Hans Nijman geeft regelmatig rondleiding op deze prachtige plek. De hele landingsbaan afgefietst. Nou hè. Van Vliegbasis Soesterberg, Hans. Ja. Waarom heb je mij hier mee naartoe genomen? Omdat ik vind dit het mooiste plekje van Prins Utrecht is. Het is hier zeker niet lelijk, hè? Je kan hier heen kijken, joh. Kijk, de Duitsers hebben het aangelegd hier, hè? Na de oorlog gingen de Duitsers hebben dit gebouwd allemaal hier. En dan hebben ze een driehoek gemaakt, in feite een pootje gemaakt, een A gemaakt. Dat heeft te maken met dat de Duitse vliegtuigen alleen propellers hadden die. Ja. En geen straaljager. Dus de propellers die moesten tegen de wind in landen en stijgen. Nou, toen hebben ze dit aangelegd onder andere. Maar waarom is bijvoorbeeld dan dat asfalt niet weggehaald? Als je toch aan, ook aan natuur denkt. Ja, dat heb je een goeie. Stel nou dat je het weg had gehaald, had je dit effect niet kunnen zien. Deze die ruimtelijke diepte die erin zit. Ja. Ja. Waarom is dit voor jou de mooiste plek? De mooiste plek, dat ga ik je gauw vertellen. We hebben hier, het heeft te maken met doelstellingen die we hebben hier. Doelstellingen zonder natuur, kijk om je heen. Militair erfgoed, plek achter je. En kunst. Daarom die combinatie van deze drie factoren, daar maakt dit het mooiste plekje van de provincie Utrecht. Jij kan mij vast nog andere mooie plekken hier op de basis laten zien. We gaan lekker fietsen. Heerlijk. Ik ben benieuwd, Hans. Ja, laat je verrassen. Oh. Laat je verrassen. Ik zie het al. Het mooiste plekje van Prins Utrecht. Zij een trotse Hans. Ja, is dat zo? Ja, het is echt fantastisch dit. Mooi, wat voor plek was dit? Dit is een kunstmatig heuvel. Ja? En hier stond een radar stond erop. Zo'n hele grote radarbult stond erop. En wat we nou willen gaan doen, hè? We hebben hier de kale graslanden. En dan zie je de bomen die er staan. Wat we nu aan het doen zijn, we willen een beetje een natuurlijke overgang maken van de kale graslanden naar de bomen toe. En dan krijg je een struiklaag, krijg je dan, ja. De struiken, en dan krijg je de bomen. En dat is een beetje natuurlijk, dat zijn we nu op het moment bezig om dat allemaal te gaan ontwikkelen. Wat doet deze plek met jou, Hans? Dit is het mooiste wat samenkomt. Dit geeft een compleet plaatje van de sfeer en de ambiance van het park Vliegveld Soesterberg. Dit is het mooiste plekje, dit. Hè. Hoe vaak ben je hier? Nou, we geven heel vaak rondleiding hier in het landschap. Allemaal dus, vrijwillig doe je ja, dat, hè? Ja, doe ik vrijwillig allemaal hier. En met een heleboel andere mensen ook. En dan, dit is een puntje waar je moet kan genieten van die mensen. Mensen zijn nooit geweest, hè? Nee, het is echt een geheime plek geweest, hè, dit? Het is een geheim landschap geweest. En heel veel mensen die zijn nieuwsgierig, wat gebeurt hier allemaal? En heel veel mensen weten niet dat dit bestaat, dit, waar we nu staan. Ja. Na het vertrek van de straaljagers en helikopters heeft provincie Utrecht het terrein in handen gekregen. Grote delen van de grond waren vervuild en moesten worden gesaneerd. Maar ook werden er gebouwen afgebroken
asfalt weggehaald. En dat alles om een gebied te creëren waarin de natuur de overhand kan gaan krijgen. Inmiddels wordt het gebied beheerd door het Utrechts Landschap. Ik zie, nou begin ik daar, daar zie ik de toren van Hilversum zie ik staan. En daar links van zie ik de Vituskerk zie ik staan. En daar links van zie ik de verrekijker van de Rabobank. Ja, die noemen ze de verrekijker. Noemen ze de verrekijker. Ja. En dan gaan we nog verder. Ja, dan is het een beetje erg mistig. Provinciegebouw zie ik ook nog liggen daar. En hier vandaar ik ook vaak doe. Hier, reën kijken hier. Ja, want dan hebben ze geen last van je natuurlijk. Nee, daarom. Kijk, en als, ik heb een avondje gehad. Hier ging ik hier staan hier. En dan heb ik 12 reën zien lopen. En die treden uit het bosje daar. En dan gaan die lekker op die kale graslanden. Gaan ze met alle lekker lopen te knabbelen allemaal. Lekker lopen te leveien daar. En hier vandaan kan je het perfect zien natuurlijk ook. Hè. En daar gebruik ik die kijker heel veel voor. Ik heb nog een afspraak op de basis. Hans en ik wandelen van de radarheuvel naar het munitiedepot om daar Luc Enting te ontmoeten. Luc heeft een heel bijzondere band met het gebied. Nou, de liefhebber is al uitgebreid aan het woord geweest. Jij bent als professional hier aan het werk geweest, Luc. Ja. Wat heb jij met de vliegbasis? Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik de metamorfose heb mogen filmen. De overgang naar natuur. En dat was als natuurfilmer natuurlijk fantastisch om dat te kunnen volgen. Jij hebt het gefilmd? En ik heb het gefilmd. En wat natuurlijk fantastisch is als je hier rondloopt en ze zijn dan, je ziet die dumpers en al dat zware materieel, alles afbreken. Dan denk je van jeetje, gaat dit dan wat worden? Maar ja, ik kom hier nu terug voor het eerst weer. Sinds anderhalf jaar. Ja. Dat ik hier voor het laatst geweest ben. En het is, ik weet niet wat ik zie. Want hoe was het? Nou ja, je komt in een soort bouwput terecht. Ja. En er werd natuurlijk overal asfalt weggehaald. Naar de kerosineheuvel, hè, als je daar naartoe ging. Die hele sanering, daar heb ik ook opnames van kunnen maken. Maar ook die lucht die daar hangt. Je ruikt in wezen gewoon nog die tijd. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt toen? Af en toe kwam je eens wat rare gasten tegen. Ik heb bijvoorbeeld, ik zat op de landingsbaan. Ik denk, wat loopt daar voor een vogel? Dus ik pak de verrekijker en ik kijk en zie ik een goudplevier. Nou, die verwacht je niet op de vliegbasis, maar meer in hele rijke weilanden, zoals in de polders. En daar heb ik ook een opname voor kunnen maken. Maar dat zijn toch wel van die verrassingen. En natuurlijk ook ongelooflijk veel zandhagedissen en zo, die in die mooie schrale randjes natuurlijk prachtig kunnen opwarmen. Ja, zo links en rechts kom je gewoon hele mooie dingen tegen. En wat zegt dat dan over de natuur? Nou ja, het zegt over de natuur wel iets. Ik denk ook, als je bijvoorbeeld kijkt hoe slecht het in Nederland met de veldleeuwerik gaat. En als je ziet hoe hier die leeuwerikken hier al prachtig... Want die broeden hier, hè? Die broeden hier, die balsen hier. En dat is natuurlijk die vegetatienorm geschikt voor. En alles wordt natuurlijk heel schraal, maar heel kruidenrijk. Veel insecten. Nou ja, daar komt natuurlijk alles op af. Natuurfilmers, heb ik wel eens gehoord, moeten ongelooflijk veel geduld hebben. Ja, dat klopt. Ik heb denk ik hier toch wel een aantal honderden uren heb ik hier zeker doorgebracht. En wat mooi is om hier in donker naartoe te rijden en dan het licht zien worden. Dat vind ik fantastisch. En hoe die zon dan opkomt en hoe die geluiden die je dan vooral in het voorjaar hebt van die leeuwerikken. En, ja, ik vind dat echt fascinerend. Je hebt mooie plaatjes kunnen schieten. Hele mooie plaatjes kunnen schieten. En, en als ik hier dan weer, zoals nu het vandaag weer, op de basis ben, dan jeukt het wel weer. Dan denk je van, ik zou best weer een vervolg maken. Ik zou best wel een keer weer wat willen doen. Ja. Het park Vliegbasis Soesterbergen is dagelijks vrij toegankelijk tussen zonsop- en zonsondergang. U kunt er heerlijk fietsen, maar door het munitiepark is een bijzondere wandeling uitgezet. In de bunkers lagen in vroegere tijden duizenden kilo's munitie opgeslagen. Die route is rood gemarkeerd. Voor meer informatie en tips over dit en andere prachtige gebieden kunt u terecht op onze internetpagina www.rtvutrecht.nl/plek. Volgende week laat ik me weer in twee prachtige gebieden rondleiden. Op een klompenpad bij Schalkwijk ontmoet ik dan een heuse jonkheer. En Robert van Vliet is in het Utrechtse Noorderpark bezig met de oprichting van een nieuwe schaatsclub. Tot volgende week.